In de laatste twee dagen denk ik wel van ja, het is eigenlijk wel bijzonder weer om, om uh, ja, daar weer terug te keren. Inderdaad, even teruggaan naar, naar vorig weekend. Afgelopen zondag speel je gelijk tegen NEC. Wat was het uh, gevoel dat overheerst naar die wedstrijd? Ja, teleurstelling. Ja. Ik denk dat we uh, eigenlijk een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. Zowel met 11 tegen 11 als uh, 10 tegen 11, waar we toch de, de nodige mogelijkheden hebben gecreëerd. Maar ja, je moet ook naar jezelf kijken als je dan uh, 60 uh, minuten of langer. Met een man meer staat, ja, dan moeten we gewoon uh, het verschil uitdrukken in, uh, in goals. En die wedstrijd winnen, dat hebben we nagelaten. Ja, na de wedstrijd sowieso uh, teleurstelling. Um, je speelt tegen tien man, eigenlijk bijna de hele wedstrijd. Dus uh, ja, dan moet je gewoon drie punten pakken. En, en na AZ, uh, speel je denk ik gewoon een uh, prima wedstrijd. Moet je dat uh, doorpakken en uh, de drie punten pakken. En uh, dat uh, laat je na, dus dat is wel jammer. Ja, ik vind een stukje mentale weerbaarheid vond ik, uh, belangrijk. Zeker toen kwam was het heel, heel broos. Uh, natuurlijk ook een ja, hele moeilijke situatie. We zitten nog steeds in een moeilijke situatie, maar ook daarin kun je als team uh, ja, op een bepaalde manier wapenen. En, en zul je gewoon mentaal sterk moeten zijn en een tegenslag op kunnen vangen? Of, uh, ja, en dat, dat zou je als team moeten doen met elkaar. En daarin zie ik, zie ik als, als elftal een positieve ontwikkeling. Echt absoluut meer een eenheid geworden. Ze zijn nader tot elkaar gekomen. Het begrip naar elkaar toe, de eisen naar elkaar stellen. Ja, daarin zie ik tot nu toe, maar we moeten natuurlijk we hebben nog een lange weg te gaan. En, uh, in ieder geval positieve ontwikkeling en die moeten we doortrekken. Ja, nu weer de blik vooruit, want morgen staat er een uh, uitwedstrijd op het programma tegen PSV. Um, wat is het voor een ploeg? Want ze hebben de laatste drie wedstrijden niet gewonnen. Maar uh, ja, wat is het voor een ploeg? Nou ja, PSV is natuurlijk sowieso een uh, hele goede ploeg uh, met heel veel kwaliteit. Uh, in uh, meerdere opzichten. Aan de bal, in de, in de counter, uh, verdedigen. Dus ze uh, zijn goed, maar uh, we hebben een uh, strijdplan en uh, we hebben uh, uh, ook een uh, goed team. En uh, we willen voor elkaar strijden. Zoals je dat ziet in de afgelopen wedstrijden, dat we wel echt voor elkaar werken. Uh, dus uh, het wordt een uh, leuke wedstrijd en uh, ja, we moeten gewoon voor die drie punten gaan. Veel individuele kwaliteiten, maar ook, ook denk ik, fysiek. In, uh... Een hele sterke, sterke ploeg. We geven weinig uh, kansen weg aan de tegenstander. En, en, ja, ze zijn altijd gevaarlijk met, uh, met Luc de Jong in de spits. Uh, uh, als ze die goed in stelling kunnen brengen, zal het een gevaar zijn. Ze hebben met Xaver Simons een individuele klasse in huis. Uh, ik denk een uitge, uitgebalanceerde ploeg waar, uh, ja, waar wij gewoon onze hele ziel en zaligheid tegenaan uh, moeten gooien om te kijken of we daar weer een uh, Resultaat kunnen, kunnen halen. Het geeft ons natuurlijk vertrouwen dat ons dat uh, gelukt is bij zowel AZ als, uh, als bij Ajax. En dat, dat hebben we ook nog nodig. En je hebt wel de geloof. Nee, je, moet, je moet geloven in dat je, dat je iets kunt bereiken. nu de blik vooruit, want morgen staat er een uitwedstrijd tegen PSV op het programma. De club waar jij als speler en als coach veel succes hebt behaald. Hoe is het voor jou om terug te keren bij uh... Ja, toch wel speciaal, moet ik zeggen. Ja. Ja, ik was er eigenlijk helemaal nog niet mee bezig, maar. Nu de laatste twee dagen denk ik wel van ja, het is eigenlijk wel bijzonder weer om, om ja, daar weer terug te keren. Uh, natuurlijk nu als trainer van Vitesse, wat, wat ook fantastisch voor mij is. Maar ik keer toch weer terug bij een, plo een ploeg en een club waar ik uh, ja, gespeeld en uh, getraind heb en, en mooie herinneringen heb. Dus het zal uh, ja, toch wel bijzonder zijn. Hoe uh, ver is Isimad op dit moment? Ja, het gaat eigenlijk wel vrij goed. Uh, uh, deze wedstrijd komt nog wel te vroeg voor hem. Maar uh, hij heeft, ja, hetgeen waar hij eigenlijk nog aan moet wennen is de specifieke voetbalbelasting. Iemand die, uh, die toch een week of zes, zeven alleen individueel getraind heeft, uh, moet hem wel even de tijd geven hoe graag we hem ook bij de groep willen hebben hij zelf ook. Dus ik heb daar met hem over gesproken en uh, hij, uh, hij komt eraan, maar dit is nog net iets uh, te vroeg.